In Rotterdam is vrijdag het eerste door LNG aangedreven binnenvaartschip gedoopt. Bunkerschip Argonon van Deen Shipping is een Europese primeur. Hoewel er al meerdere zeeschepen op het vloeibare gas varen, was dat in de binnenvaart nog niet het geval. De Argonon vaart op dual fuel, 80% LNG en 20% diesel. Met dit mengsel kan een aanzienlijke uitstootvermindering gerealiseerd worden van CO2, SOx en NOx. De reden is dat we dit gedaan hebben is dat er nieuwe regels op ons afkomen. In 2016 moeten scheepsmotoren aan strenge milieueisen voldoen. Die kunnen niet meer met deze motoren die we nu hebben. Dus dan moet er of nageschakelde techniek achter, zoals dat heet, de roetfilter en de katalysator, of schone brandstof aan de voorkant erin. Het andere reden is dat wij onze voorsprong die we hebben met onze modaliteit binnenvaart, die we altijd gehad hebben, willen behouden ten opzichte van het wegvervoer. En we dreigden wat achterop te raken. Het wegvervoer innoveert sneller dan wij. En wij willen nu weer een grote slag vooruit maken. Het vloeibare aardgas wordt aan boord opgeslagen in een 40 kuub grote tank. Gerard Deen voorziet dat in de toekomst veel meer binnenvaartondernemers overstappen op LNG. Maar dan moeten er toch eerst bunkerstations voor vloeibaar gas komen, want die zijn er nu nog niet. En nu moet ik 5 dagen van tevoren een tankwagen bestellen. Die moet naar de terminal rijden, die moet gaan laden naar mij toe. En ik moet, en hij moet op hetzelfde moment op een punt zijn. En dat is nog heel erg lastig. 2 modaliteiten op eenzelfde tijd op eenzelfde punt laten aansluiten. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Dat is de enige onzekerheid die er nog is. Voorlopig heeft de Argonon een ontheffing om binnen Nederland te varen en zeeschepen te bunkeren. In december krijgt Deen Shipping waarschijnlijk toestemming van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart om het schip ook in andere landen in te zetten. De komende tijd wordt het schip nog volop getest. Zo wordt onder meer gekeken of de motor niet uitvalt op LNG. Bijvoorbeeld een zeeschip, als die op LNG zou varen en zijn motor zou uitvallen door wat voor reden dan ook, dat is niet zo'n ramp, want op zee laat je hem uitdrijven en dan repareer je het weer en dan kijken we weer verder. Maar een binnenschip, die vaart toch in smalle rivieren, hoop schepen om hen heen. Ja, dan mag de motor nooit uitvallen. Dat is een hele strenge eis die wij hebben. Dus wij moeten echt een betrouwbaar voorstuwingsmiddel hebben. De 110 meter lange bunkertanker gaat hoofdzakelijk in het Rotterdamse havengebied zeeschepen bunkeren met olie. Over ongeveer een week zal de Argonon haar eerste reis maken.